Welkom allemaal bij waarschijnlijk een van de ziekste chest openingen. Alleen dan gratis. Normaal betaal ik er bijna altijd voor. Maar nu gaan we gewoon een keertje een gratis zieke chest opening doen. En de kisten die we gaan openen zijn twee seizoensbeloningen van de Clairwa van mij gewoon. En ik heb zeg maar in de 5200 divisie. Dat is volgens mij meeste twee. Nee, ik weet niet helemaal precies zeker. We hebben nog een magische kist. We hebben een epische kist. En we gaan ze allemaal openen in deze video. Dat gaat sowieso ziek worden. En als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. Zou er weer een keertje 1000 likes kunnen halen op een Clash Royale video. Zou super awesome zijn. En vergeet natuurlijk allemaal niet te abonneren. En op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Laten we maar als eerst de opdracht binnenhalen. Want ik heb hier deze, die kan ik openen. Krijgen we een houten kistje, niet dat je daar iets aan hebt. Maar ja, het is toch altijd leuk meegenomen. En we krijgen wel een epische kaart. Plus nog wat edelstenen. Dus voor een houten kistje is dit behoorlijk goed. Maar we gaan natuurlijk die epische kist nu openen. Daarna die magische kist. En dan hebben we daar... Ja, als ik er nu op druk, dan moet ik hem al openen. Maar daarna kunnen we zeg maar die Clan War beloning doen. En volgens mij zaten we als hoogste in goud 1. Of we hebben in de legendarische arena gezeten. Maar ik weet niet of we daar een beloning van krijgen. Want daar zijn we vierde geworden. Maar dat zien we zo meteen wel. We krijgen als eerste de bul. En dat is een prima epische kaart. Die kan ik al misschien een keertje upgraden. X-boog kan ik al upgraden, maar gebruik ik niet echt veel. En ik vind het dan wel zonde om kaarten die ik eigenlijk niet gebruik, om die heel ver door te upgraden. Net zoals de babydraak. Alhoewel, zou die voor Clan War af en toe nog wel chill kunnen zijn. Dus misschien dat ik die ooit nog wel een keertje ga upgraden. Net zoals de bolen. Dat af en toe kan die chill zijn. Als je dan een perfect deck hebt, dat je denkt, ja, nu kan de bolen erin. Dan kan je hem gebruiken. Maar ik krijg niet echt heel veel kaarten die ik gebruik als epische. De enige die ik af en toe wel gebruik is de bul. Die andere drie gebruik ik eigenlijk niet echt. Maar ja, weet je, het is toch weer chill om gewoon lekker veel epische kaarten te krijgen. En de volgende kist wordt de bliksemkist. Maar ja, daar moet ik nu nog een tijd voor gaan sparen. Maar we gaan lekker door. We gaan nu door naar de magische kist. En ik hoop trouwens dat we deze video minimaal twee legendarische kaarten kunnen krijgen. Want uit die seizoensbeloning krijg ik sowieso. Misschien uit de Clan War is de kans ook wel 1 op 3 of zo. En uit zo'n magische kist is er natuurlijk ook een kans op een legendarische. Dus eentje krijgen we sowieso. Maar ik hoop dat we er twee gaan krijgen uiteindelijk. Oeh, nice. Koninklijke Recruiten. Dat is echt een hele chille kaart. Dat is wel een van de chillere kaarten die je kan krijgen. Op dit moment in ieder geval voor mij. Want die wil ik gewoon een keertje echt naar level 12 of 13 upgraden. Level 10 of level 11, dat is nog veel te laag voor mij helemaal. Met al die hoge kaarten wat mijn tegenstanders ook hebben. Eigenlijk, ik moet de kaarten nu tegenwoordig maximaal level hebben op het niveau waar ik op speel. Want anders heb je er gewoon niks aan. Dus dat is wel een beetje fucked up. Inferno Tor is op zich ook wel chill. We krijgen Goblin Reus. We hebben nu al twee keer epische gekregen. Ik denk dat hier een legendarische aan in zit. Ben ik niet helemaal zeker? Ja, ik had gelijk. Ik wou net zeggen, volgens mij gaat hier wel een legendarische in zitten. En dat is inderdaad het geval. We krijgen ook nog een kanonnenkracht. Prima epische kaart. Maar we krijgen sowieso twee legendarische kaarten in deze video. En misschien zelfs drie als we in mijn Clan War beloning zo meteen ook nog eentje krijgen. Maar welke legendarische gaan we nu krijgen? Come on, come on, come on. Het is de magische boogschutter. Dikke prima. Is wel chill, want dan kan ik eventueel weer gaan ruilen met andere mensen. Want ik had er nog 0 van. Dan heb ik er nu weer eentje. Magische boogschutter vind ik een chille legendarische kaart. Met Clan War gebruik ik best wel veel. Dat is trouwens wel leuk aan Clan War. Je gebruikt best wel veel kaarten die je anders niet zou gebruiken. Omdat je natuurlijk moet doen met de kaarten die je op dat moment krijgt. En dat vind ik wel echt leuk aan Clan War. Want het is toch altijd een beetje puzzelen. Hoe moet je je deck samenstellen? Af en toe heb je ook dikke pech met je clan. Dan gaat het absoluut niet lekker. En dan heb je echt stomme kaarten. Maar ik kijk nu trouwens hier bij mijn Clan Oorlogseizoen. We hebben zeg maar de nummer 1 van de Gouden Divisie. Daar krijgen we de beloning van. Dus niet van de nummer 4 van de Meester Divisie. Dan is deze waarschijnlijk nog net iets beter. Ik denk als we in de Meester Divisie derde waren geworden, dat we die wel hadden gekregen. Maar ja, nu is deze kist ook prima. Volgens mij is de kans 1 op 3 op een legendarische. Dus ik hoop dat ik nog wat mazzel extra heb. En dat we gewoon nu nog een legendarische kaart kunnen krijgen. Zou heel ziek zijn. We beginnen met de Elite Barbaren, heb ik al maximaal aantal van, krijgen we coins. Net zoals de Koninklijke Reus, heb ik ook al maximaal aantal van. Net zoals de Tesla, heb ik ook al maximaal aantal van. Eigenlijk bijna van alle gewone kaarten heb ik gewoon een maximaal aantal van. Behalve de wat nieuwere kaarten. Bijvoorbeeld Drakkus is relatief nieuw. Daar heb ik nog niet maximaal aantal kaarten van. Maar ja, als ik die wil, kan ik die ook al door upgraden naar level 11. En daarna heb ik natuurlijk naar level 12, maar daar heb ik dan nog niet genoeg kaarten voor. Maar we gaan verder. We krijgen nu al epische. Betekent dit dat we weer een legendarische gaan krijgen? Dat zou echt heel ziek zijn. Ik hoop echt dat dat gaat gebeuren. Ah, shit. Ik dacht heel even, yes, het gaat gebeuren.
Oh, mij helaas niet. We krijgen nog wel ballon als epische. Chillen epische kaart gebruik ik zelf af en toe. Het is wel echt ziek OP. Als die ballon eenmaal bij je toren is, ben je zo uitgefuckt. Dan heb je echt geen schijn van kans meer. Maar dan wordt dit de laatste 102 keer de Goblin Hut. Oké, okay, nou, die gebruik ik echt helemaal nooit. Nee, dat is echt een van de weinige kaarten die ik weinig gebruik. Net zoals de Barbarenhut. Barbarenhut en Goblinhut. Van die hutten, ik weet niet. Heel af en toe kom ik tegenstander tegen die daar goed mee kan spelen. Maar persoonlijk vind ik dat niet heel chill. En ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening. Maar ja, als jij met die kaarten wel goed weet te spelen, waarom zou je ze dan niet gebruiken? Maar ik persoonlijk gebruik ze niet echt. Maar op zich weet je prima, kistje heel veel kaarten erbij gekregen. Vooral coins, want ik heb best wel wat normale kaarten. En die 7000 coins... Je kan maximaal level halen, zeg maar, die normale kaart. Dan krijg je ook weer coins erbij. Dus dat is wel dikke prima. Vorige Clan Wars zijn we tweede geworden. Dus dat betekent dat we trouwens nu weer in de legendarische arena zitten. Kunnen we de Clan Oorlog buiten ook nog even krijgen? Krijgen we hier natuurlijk coins voor erbij. Ik had gewonnen, dus dat is chill. Krijgen we ook nog een rel token? Zou ook nog leuk zijn? Nee, dat niet. We krijgen weer wat coins erbij. Behoorlijk wat coins verdiend, jongen, in deze video. Dat is echt niet normaal. Het is ook wel weer leuk dat we nu weer in de legendarische arena zitten. Dat betekent dat we nu in ieder geval zieke beloningen kunnen krijgen. Hangt vanaf, we moeten dan sowieso derde worden. Dat is eigenlijk het minimale wat je moet worden. Ik ga zo meteen voor mezelf even aanvallen. We zitten nu goud positie 2, dat is onze hoogste. Maar stel je wordt hier derde, dan is de kans 1 op 3, tweede 1 op 1. En als je eerste wordt, krijg je gewoon 100% kans op een legendarische. Dat zou echt heel ziek zijn als dat ons seizoen gaat lukken, dit seizoen. Maar dat zien jullie aan het eind van het seizoen wel. Maar dit was het voor dit gedeelte van de video. Jullie krijgen nog nu een stukje te zien. En dan kan ik mijn seizoensbeloning claimen. En ik heb momenteel 5200. En dat is inderdaad meester 2 divisie. Dat is ook een zieke kist, jongen. Maar die krijgen jullie zo meteen dus nog eventjes te zien. Dus tot over een paar dagen als ik hem kan openen. Yo! Oké, ondertussen is het een aantal dagen en we kunnen nu mijn seizoensbeloning openen. Sowieso bijna gegarandeerd een legendarische kaart. Dus dat is super nice. Ik heb ook een nieuw record gehad afgelopen seizoen. 5335. En ik ben benieuwd of we daar dit seizoen weer overheen kunnen komen. Het zou echt nice zijn als dat gaat lukken. We krijgen in ieder geval 6000 coins. Betekent dat ik weer over de 500.000 coins heb. Super chill. En trouwens, jullie zien het misschien al een beetje. Nieuwe Bowser Army kleding. Ja, dat is wel echt nice, jongen. Er is van alles nieuw te koop. Check het link staat in de beschrijving. Ook oudere ontwerpen kan je gewoon weer kopen. Zoals dit. Bows met camouflage. Dat is zeg maar een wat ouder ontwerp. Maar dat is weer allemaal te koop. Dan kan je checken. Link staat in de beschrijving. Caps van alles, maar ik vind deze nieuwe Bowser Army kleding wel echt heel vet. Maar we gaan verder. Die link, je kan dus kopen, link zit in de beschrijving. Misschien leuk voor Sinterklaas of iets dergelijks. Maar ik ga nu voor die nieuwe kaart. Dat zijn er trouwens ook maar 18 rakkers. Nu maakt het geen donder uit, want ik heb van allebei al maximaal aantal. Krijg ik gewoon wat coins erbij. Nu ga ik sowieso voor de prins. Dat vind ik op zich wel een chille kaart. En die wordt ook wel redelijk gevraagd, dus dan kan ik die wat vaker doneren. Dit is ook een makkelijke keuze. Sowieso voor de Hawk Rider. Chille kaart. En die wordt ook super vaak gevraagd. Dus die kan ik dan weer wat vaker doneren. Maar ik zou hem zelf graag eigenlijk ook een keertje level 12 willen hebben. Voor Clan War en zo is dat wel handig. En natuurlijk krijgen we ook nog een legendarische. En we krijgen nu 20 keer Bill. Wat ook chill is. Want die kunnen nu upgraden als we willen. Naar level 12. En voor een epische is dat behoorlijk hoog. In principe heb ik al mijn epische wel level 11. En ook een aantal level 12. Maar het is altijd chill als je zo ook daadwerkelijk level 12 hebt. Maar nu, mijn legendarische kaart. Come on. Welke gaan we krijgen? Een Lock of Inferno Draak? Ja, dan ga ik sowieso voor de Lock. Weet je, Inferno Draak kan ik misschien binnenkort een keertje upgraden. Maar de Lock, zoveel mensen uit mijn clan willen de Lock hebben. Om te ruilen of iets dergelijks. Dus daarom ga ik nu gewoon voor de Lock. Dan kan ik iemand anders blij maken. Ja, zelf wil ik hem ook wel graag maximaal level hebben. Maar ja, ik heb nog 20 Locks nodig. Ja, ondertussen 19. Om hem ooit een keertje te kunnen upgraden. Dat is zo ontiegelijk wild. Dat gaat je echt niet zomaar lukken. Maar een prima kistje. Met in totaal natuurlijk 30 epische en nog een legendarische. Echt hele chille kisten zijn dit. Natuurlijk, seizoensresultaat gaan we weer wat omlaag. Maar we zitten wel meteen weer in de gouden divisie. Dus dat is in principe wel chill. Maar ik hoop echt dat we nu een keertje dit seizoen de 5500 kunnen halen. Maar dat is echt lastig. Ik eindig de hele tijd een beetje rond de 5300. En dan is het gewoon heel lastig om daar weer overheen te gaan. Je hebt weer een seizoensdeal. Voor 11 euro een legendarische kist met 100.000 coins. Ik denk niet dat ik dat ga kopen. Want ik heb momenteel 500.000 coins. En in principe heb ik alle kaarten al maximaal die ik maximaal wil hebben. Maar één kaart die ik binnenkort kan upgraden. En dan moet ik hem eventjes op gaan zoeken. Dat zijn namelijk de drie musketiers. Waar heb ik die staan? Ik doe even op elixir. Dat is wat makkelijker zoeken.
Dan kan je gewoon helemaal naar onder gaan. Nou, dan moet ik niet opzij gaan. Helemaal naar onder. En daar staan ze dan. Kijk, ik heb ze nu level 12. En ik heb er nog maar echt heel weinig nodig. 24 heb ik er nog nodig. En dan kan ik hem upgraden naar maximaal level. Dus daar gaan we dan binnenkort een keertje mee spelen. En dan wil ik eigenlijk mijn golem ook maximaal level hebben. En dat we dan de golem musketier deck kunnen maken. Met alleen maar maximaal level kaarten. Het zou echt heel baas zijn als dat binnenkort gaat lukken. Misschien dat ik er dan een nieuw deck kan maken. Want ik heb sowieso mijn maximaal level kaarten nodig. In mijn deck om een beetje goed te kunnen spelen. Helemaal op het niveau waar ik ondertussen mee speel. Dan heb je dat gewoon nodig. Maar dan laat ik het voor deze Clash Royale video. Zieke chest opening. 2 legendarische kaarten uit gewoon alleen maar gratis kisten. En ook de grootste gratis kisten die je eigenlijk kan krijgen momenteel. Gewoon een zieke chille video. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk nieuwe Bowser's Army kleding te checken. Link staat in de beschrijving. Dan heb ik tenslotte nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later basis. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!